Ja, dank u, voorzitter. De oorlog in Oekraïne is een ongekende catastrofe. Er zijn al honderdduizenden mensen daar hun leven verloren. Als Forum voor Democratie hebben we vanaf het begin ons uitgesproken tegen deze proxyoorlog, want dat is wat het is tussen de NAVO en vooral Amerika natuurlijk en Rusland op Oekraïns grondgebied. Belangrijker nog is het natuurlijk dat de Nederlandse bevolking dat eigenlijk ook heeft gedaan. Hè. Op 6 april 2016 heeft de Nederlandse bevolking in een referendum dat associatieverdrag wat de Europese Unie heeft gesloten met Oekraïne, waar het allemaal mee begonnen is, afgewezen. Nou, de regering heeft het allemaal genegeerd. De regering is op ramkoers, is alleen maar aan het escaleren en lijkt op een gokker, als u het mij vraagt, voorzitter, die op vlies staat en die zijn inzet maar blijft verdubbelen. Want deze oorlog is niet te winnen. Alle experts, ik heb het niet over Klingendaal-experts, die natuurlijk altijd hier de NAVO-lijn verdedigen, maar ik heb het over serieuze experts die zeggen, ja, dit kan Oekraïne niet winnen, deze oorlog. En toch gaat de Nederlandse regering door. Het begon met helmen en vesten, toen werden het tanks, F-16's. Straks wellicht zelfs manschap, we hebben het er net over gehad. En wat heeft dat voor een zin? Hè? En dan ook die sanctiepakketten, zou ik graag een vraag over stellen. Want we zien dat dat niet werkt. Hè? Dus het IMF heeft gezegd dat de groei van de Russische economie dit jaar waarschijnlijk 2,6% is. In de eurozone is 0,9%. Rusland kan bijvoorbeeld die oliesancties makkelijk, werd net ook al genoemd, makkelijk ontwijken. Via India, via Turkije. We lezen zelfs in de stukken dat de EU olie in Turkije importeert uit Turkije. Dat komt voor 86% uit Rusland, uit die havens. Dat staat allemaal in stukken. Daar verdient Turkije aan. India heeft dezelfde truc. En Rusland kan gewoon zijn olie exporteren. En de enige die de klos is natuurlijk de Europese Unie. En zijn wij. Want onze economie die gaat naar de galamiezen. En dan ja, dat vredesconferentie, dat zegt het kabinet die nu in Zwitserland plaatsvindt. Nou, dat is van groot belang voor Nederland. Rusland is daar niet eens. Dus wat, ik vraag me af, wat is dan nog de realiteit zien? Dus één van de twee partijen is afwezig. Dan heeft zo'n conferentie toch helemaal geen zin. Dat is ook eigenlijk een vraag die ik heb aan de minister. En dan, ja, wat zie je dan? Ja, dan gaan we nog meer zenders verbieden, ook zoiets. Dat is dat plan. Nog meer zenders gaan verbieden die kritisch zijn op de NAVO, die kritisch zijn op de EU. En dan hebben we het over het verdedigen van de Europese waarden. Ja, dit zijn de waarden die hebben ze inderdaad in Noord-Korea. En misschien inderdaad ook in Rusland. Waarom doen we dat? Het gaat dus van kwaad tot erger. En nu wordt er dus zelfs gesproken over het sturen van militairen. Minister Ollengren die heeft dus 2 weken geleden gezegd, in antwoord op de vraag, hè, dus gaan we wellicht militairen sturen naar Oekraïne. Ja, Oekraïne heeft daar nog niet om gevraagd. En dan is mijn vraag aan de minister, ja, wat betekent dat? Dus als Oekraïne daar wel om vraagt, gaan we dat wellicht wel doen? En beseft het kabinet wat dat betekent? Want de Russen hebben al gezegd, en dat klinkt toch vrij serieus, van, ja, als de NAVO militairen gaat sturen, als de NAVO-contingenten daar in Oekraïne zijn, dan beschouwen wij dat als een oorlog tussen Rusland en de NAVO. En dat betekent dus oorlog wellicht ook tussen Rusland en Nederland. Nou, dat kan gewoon de vernietiging van Nederland betekenen. Dus waar in godsnaam is dit kabinet mee bezig? Maar een oorlog nogmaals die niet onze oorlog is. De oorlog tussen Amerika en Rusland op Oekraïns grondgebied. En nee, ik kan u verzekeren, Nederlandse militairen zitten er net zoals Oekraïnse militairen trouwens, want die begrijpen ook dat die te winnen is, niet op te wachten om daar te worden uitgezonden naar Oekraïne. Om daar te gaan sterven naar een of andere loopgraaf. Voor een Amerikaans imperium, want dat is eigenlijk wat het is, die Amerikanen die ons hebben aangevallen. Want het zijn die Amerikanen die Nord Stream hebben opgeblazen, deels onze pijplijn. Het waren niet Russen. En dat kunnen we destilleren uit het antwoord wat Rutte onlangs hierop gaf. Die zegt, ja, dat hangt af van de context en de dader. Dus we kijken ook nog helemaal de verkeerde kant. Het is absurditeit op absurditeit. En ja, voorzitter, er is echt maar één partij die de hele tijd zegt van stop hiermee, doe dat niet. Die deescalerend wil optreden, dat is Forum voor Democratie. Dus ja, 6 juni komen de verkiezingen aan. Als u er niet, zeg ik via de voorzitter aan de Nederlandse burgers, als u er niet op zit te wachten dat u of uw kinderen worden afgescheept naar de Donbass om daar te sterven in een Amerikaanse proxyoorlog, als u dat liever niet ziet, als u liever niet een totale oorlog ziet tussen Rusland en de NAVO, ja, stem dan 6 juni op de enige partij die zich hier tegen heeft uitgesproken vanaf het begin. En dat is Forum voor Democratie. Dank u, voorzitter. Nou, het campagnefilmpje is weer gemaakt. Ja. We gaan naar een interruptie van de heer Boswijk. Ja, voorzitter, ik heb altijd een beetje het gevoel van, ja, waar moet je nou beginnen? Ik vroeg al een interruptie 2 minuten geleden, maar inmiddels is de hoeveelheid onzin alleen maar toegenomen. Dus ik was even aan het denken waar ik ook weer de interruptie op zou doen. Laat ik allereerst beginnen dat er helemaal geen sprake is van Nederlandse militairen naar Oekraïne sturen. Dat is door meerdere keren hier ook al gezegd. Dus u kan het blijven herhalen. Oekraïne heeft meerdere keren gezegd tegen eigenlijk al mijn collega's die hier in Oekraïne zijn geweest, bij elk bezoek, geef onze spullen, wij doen zelf het werk. Jullie hoeven niet mensen sturen, dat zegt Oekraïne zelf. En ik zou het mooi vinden, we kwamen er pas geleden achter, dat hoewel Forum voor Democratie altijd de partij is van doe zelf onderzoek, tussen aanhalingstekens, dan blijkbaar de enige partij is die zelf niet naar Oekraïne is gegaan, om zelf uit eerste hand te horen
hoe het daar nu eigenlijk is. En vooral na Wauwot wat uit het Kremlin komt. Door tot zover doe zelf onderzoek. En de reactie van de heer Verhouding was, hij stond op een dodenlijst. Dat is natuurlijk grote onzin, maar ik wil een aanbod doen om met de heer Verhouding naar Oekraïne te gaan. Naast hem te slapen. We livestreamen de hele reis erheen, desnoods via het Forum Insight journaal. Om uw veiligheid te waarborgen, zodat u eindelijk eens kan praten met Oekraïners die vechten voor hun vrijheid. Dan mijn vraag, voorzitter. Dat was mijn aanbod. Dan mijn vraag. Ik hoorde Forum voor Democratie continu hebben over moeten vrede, moeten vrede, moeten vrede. Wij willen allemaal vrede. Nu komt Oekraïne met een vredesvoorstel. En dan kan je nog zeggen, van, we zijn het er inhoudelijk niet mee eens met de voorwaarden. Maar goed, dan moet je eerst om tafel om dat gesprek te gaan voeren. Rusland komt niet eens opdagen. Dus is Forum voor Democratie dan niet eindelijk wakker? En zien ze dan niet eindelijk in dat Rusland maar één ding wil? En dat is Oekraïne vernietigen. En dat ze geen vrede willen, maar alleen een capitulatie van Oekraïne accepteren. De heer Verhoudingen, een aanbod en een vraag. Ja, dank. Ik ga in op de vragen met u goed vinden, voorzitter. De eerste vraag die ik hoorde was van, ja, maar de Oekraïne heeft daar helemaal niet om gevraagd, inderdaad, om militair. Het punt is natuurlijk, we zien het gaat stapje bij stapje, wordt het erger en erger. We hebben dit al voorspeld eigenlijk in 2016. Dit wordt oorlog. We hebben toen met Oekraïne even helemaal gezegd. We hebben uitgelachen. Ja, dat is niet het geval. U ziet spoken. We zitten er nu in. Dus je kunt, als je intelligent bent, kun je ontwikkelingen zien aankomen door gewoon lange lijnen door te trekken. Zo moeilijk is dat niet. En minister Ollongren heeft toch gezegd, ja, zeg het als het niet waar is. Minister Ollongren heeft gezegd, in antwoord op de vraag, gaan we Nederlandse militaire stuur, heeft ze 2 weken geleden gezegd, heeft ze niet gezegd, nou, dat gaan we nooit doen. Nee, heeft ze gezegd, ja, Oekraïne heeft daar niet om gevraagd. Dat was het antwoord. Ieder normaal denkend mens, en u moet mij corrigeren als u daar anders over denkt, die denkt dat, ja, als Oekraïne daar wellicht dus wel om gaat vragen, gaan we ze wel sturen. En Oekraïne, daar is iedereen hier aan de tafel toch ook over eens, heeft een heel groot probleem met onder andere mankracht. Dus helemaal niet zo gek dat zo'n verzoek ooit komt. Dus dan kunt u wel zeggen van, ja, meneer Verhouding, u ziet spoken, u ziet mensen bang te maken. En er komt nog eens bij, net hebben we deze week gehad antwoord op Kamervragen van, als bijvoorbeeld Oekraïne toetreedt tot de EU, dat kunt u zien, hè, dat is antwoord op Kamervragen, zijn gisteren binnengekomen, dan is via artikel 42 lid 7 van het verdrag van Lissabon, is de Europese Unie ook gebonden om Oekraïne te gaan steunen. En die toetredingsonderhandeling gaat ook beginnen 25 juni. Dus zeg het als dat niet. Even, want u gaat uw inbreng weer herhalen. Even nog kort reactie op de laatste vraag van de heer Boswijk, dat Rusland niet in gesprek wil. Dat was eigenlijk dank u wel, voorzitter. De voorwaarden voor die conferentie, eigenlijk, dat is de aanname van die conferentie. Dat Rusland akkoord gaat bij alle eisen, min of meer. Conferentie opgezet. Ja, natuurlijk gaat Rusland daar niet aanschrijven. Zo onderhandel je toch niet met mensen. Neem je dus Rusland totaal niet serieus. Ja, daar komt Rusland niet. Dat is het gevolg. Dat is natuurlijk wat de hele tijd hier gebeurt. Dat is het grote probleem. Heer Boswijk, tweede vraag, iets korter dan de vorige. Ja, nou goed, het aanbod staat. Dus ik ben heel benieuwd als u zelf onderzoek wil gaan doen. Geef een geel, dan gaan we erheen. Dan hoor ik de heer Verhouding zeggen, ja, Oekraïne legt voorwaarden op tafel. Die zijn totaal niet realistisch. Dus het is logisch dat Rusland dan niet komt. Draai dat perspectief nou eens om. Jij ziet dat Rusland allemaal voorwaarden op tafel legt. Waarbij eigenlijk wordt gezegd, Oekraïne houdt op te bestaan als zelfstandig land. Is het dan niet volkomen logisch dat als dat de idiote voorwaarden zijn van Rusland, dat een land wat in vrijheid, een volk wat in vrijheid wil leven, dat ze dan zeggen, joh, wij gaan ons met hand en tand tegen verzetten. Want zij zien namelijk dat vrede onder Russische voorwaarden niets anders is dan slavernij. Is de heer Verhoudingen dan met mij eens dat als het enige perspectief voor de Oekraïnse bevolking slavernij is, dat het dan logisch is dat deze mensen zelf gaan vechten? De heer Verhoudingen. Ja, dit is zo'n versimpeling van het standpunt. Om te beginnen is het zo, maar ja, waar moet ik beginnen, zou ik bijna zeggen, altijd op zo'n vraag. Om te beginnen is het zo dat de Oekraïne, zoals de heer Boswijk ongetwijfeld weet, ontzettend verdeeld is. Je hebt daar het oostelijk deel, je hebt de Krim. Nou, die zitten er echt niet op te wachten. En laten we dan, ik zou zeggen, als de heer Boswijk zo graag met mij naar Oekraïne gaat, laten we ook een keer bijvoorbeeld samen naar de Krim gaan. Dan gaan we mensen vragen, zit u erop te wachten dat Oekraïne hier weer de baas wordt? Dus dat land is verdeeld. Oekraïne betekent grensland. Dus zo simpel om te stellen van, ja, dat wordt slaven. Het is nu oorlog, het is vreselijk wat daar gebeurd is. Dat hebben wij als West, dat is steeds het punt wat we maken. Kijk eens in de spiegel, we hebben een heel groot aandeel gehad. We hebben een geweldig boter op ons hoofd. We hebben dat eigenlijk vanaf dat Oekraïne
verdrag. En met die coup in 2014 hebben we daar helemaal op aangestuurd. Ik kan niet anders zeggen. En nu zitten we inderdaad met de brokstukken. Nu zitten we met de brokstukken. En vrede is daar moeilijk. Want Rusland heeft eisen, Oekraïne heeft eisen. Ja, vrede die sluit je met, je vijanden, niet met je vrienden. En dat is niet makkelijk. Ja, dat is dan mijn antwoord op de vraag van de heer Boswijk. En het is een enorme puinhoop waar we nu in zitten. En dit had je kunnen zien aankomen. Wij zagen het al in 2016 aankomen. Ja, ik kan u de filmpjes sturen, het bewijs, als u wil. We gaan naar de heer Veldkamp voor zijn interruptie. Ja, voorzitter. Hun oorlog in Oekraïne is ook onze oorlog, wat mij betreft. Deze oorlog heeft vergaande gevolgen. Als Poetin deze oorlog wint, betekent het dat agressie in Europa wordt beloond om grenzen te wijzigen. Dat betekent dat de Russische strijdkrachten zo'n 1000 kilometer dicht van onze grenzen komen. Dat betekent dat Poetin er de verleiding kan komen. In de verleiding kan komen om ook de collectieve verdediging met de NAVO te testen, betekent dat er hele grote nieuwe stromen aan ontheemde Oekraïners kunnen ontstaan, die ook naar Europa komen met alle problemen voor hen, maar ook voor problemen voor ons, de opvang en dergelijke. Maar iets anders, mag ik de heer Van Houwelingen ook uitnodigen inderdaad mee te reizen samen met meneer Boswijk en anderen misschien en mij om naar Oekraïne te gaan. En daar ook die NGO's en die maatschappelijke organisaties te ontmoeten die zich bezighouden heel zorgvuldig met het documenteren van al die misdaden die worden gepleegd. De martelingen, de opsluitingen, de ontvoering van kinderen en dergelijke. Wil de heer Van Houwelingen ook dat aspect meewegen? Graag. Heer Van Houwelingen. Ja, dank u, voorzitter. Ja, ik ga toch de heer Veldkamp weer een spiegel voorhouden. Wat de heer Veldkamp eigenlijk zegt is van, nou, we hebben, op zich is dat iets moois, zou je kunnen zeggen, een rule-based order, heel veel, hè, en moeten de regels handhaven. Rusland doet dat niet, Rusland is soeverein land binnengevallen. En ja, daar moeten we toch wat van zeggen, anders stort die hele wereldorde in. Hè. Ik denk dat ik u zo redelijk eerlijk samenvat. Het punt is alleen, daar komt die spiegel weer. Wij als het Westen hebben natuurlijk de afgelopen decennia, en zeker sinds het eind van de Koude Oorlog, totaal lak gehad aan die wereldorde. Er zijn allemaal landen binnengevallen, waar we altijd tegen waren. Afghanistan, Irak, Libië, Kosovo. We hebben de enorm schuin aan gehad. De heer Van Houwelingen, even voor de tijd. De vraag van de heer Veldkamp was, wilt u meewegen de voorbeeld die hij noemde? Wat is uw reactie daarop? Nou, mijn reactie, voorzitter, mag ik mijn eigen woorden gebruiken voor mijn reactie hierop. Mijn reactie hierop is dat dus, en zo kijken de andere landen, niet alleen trouwens Rusland, ook die BRICS-landen tegenaan. Wij zijn waanzinnig hypocriet. Rusland had gedaan wat Amerika heeft gedaan. Hè? Dus een coup plegen, een gewelddadige coup in Mexico. Daar een militair bondgenootschap mee sluiten, raketten op die grens plaatsen. Daar was Amerika al, en hadden we het allemaal niet gesteund. Hè? Was Amerika al lang Mexico binnengevallen. Dus we meten continu met twee maten. En dus nogmaals, die inval, heb ik ook altijd gezegd, is heel erg in Oekraïne. God, was dat maar niet gebeurd. Wat een ramp. Maar we meten continu met twee maten. En we kijken als Westen zijn nooit in de spiegel. En dat zouden we eens een keer moeten doen. En dat zou iedereen hier op de tafel sieren. En wij proberen dat grotere perspectief wel te zien. En dat is het verschil. De heer Veldkamp, tweede interruptie. Ja, ik denk dat de heer Van Houwelingen van alles door elkaar haalt. Maar mijn vraag is, waar is tot deze oorlog besloten? Dat is in het Kremlin. Waar kan deze oorlog morgen worden beëindigd? Door het Kremlin. Als meneer Zelensky zegt, morgen beëindig ik deze oorlog, dan gaat hij toch door. Als meneer Poetin zegt, ik beëindig deze oorlog, dan stopt hij morgen. En ik vraag de heer Van Houwelingen dat ook in acht te nemen. Heer Van Houwelingen. Ja, dus die oorlog is begonnen, nou, op zijn minst eigenlijk al in 2014. Ik heb het nu al een paar keer gezegd. Als je als Westen een gewelddadige, en dat is wat er is gebeurd, dit zijn de feiten, meneer Veldkamp, een gewelddadige coup steunt in Oekraïne. En Janukovic moest vluchten onder geweervuur, wegvluchten. En je hebt het dan over je rules-based order, hè? Daar heb je het dan tegelijkertijd over. En je doet dat, ja, dan breek je eigenlijk het spel. En daar is die. En toen hadden we een conflict. Toen heeft Rusland erop gereageerd. Heeft een stuk van de Krim gepakt. Daar is het begonnen. En dat is begonnen met het associatieverdrag. En daar heeft de Nederlandse bevolking op 6 april 2016 tegengestemd. En dat is toch door dit kabinet doorgedrukt. Dus als we gaan kijken van hoe komen dingen tot stand, dan moeten we ook met het begin beginnen, meneer Veldkamp. En niet, en dat is inderdaad hier het sprookjesbeeld dat heerst, dat Poetin op een dag wakker en dacht, nou, ik ga een land binnenvallen. En vervolgens wil ik heel Europa veroveren. Ja, als je dat beeld hebt, dan zou ik het nog met u eens zijn ook. Dan zou ik ook zeggen, we moeten Oekraïne steunen. Maar dat is een sprookjesbeeld. Dat is helemaal een fantasiebeeld. Ik begrijp oprecht niet dat mensen hier dat aan deze tafel niet kunnen zien. U praat mooi in het ritme van het alarm in ieder geval. We gaan naar de heer Paternotte voor zijn laatste interruptie. Ja, voorzitter, als je de heer Van Houwelingen beluistert, dan leef je eigenlijk in een soort wereld waarin het lijkt alsof de MH17 aan het bombarderen was in Oost-Oekraïne toen die werd neergehaald. En alsof de Oekraïners de Russen hebben gevraagd om alsjeblieft binnen te komen om hun land te bevrijden. Het is echt totaal misjoggen, idioot wereldbeeld. Ik wil nog even één ding toetsen.
Want voorzitter, ik zei het al, ziekenhuizen, waaronder ziekenhuizen waar kinderen in couveuses liggen, moeders in het kraambed, speeltuinen, flatgebouwen, appartementcomplexen, Russische raketten, Iraanse drones, Russische drones, ze gaan naar al deze doelen continu toe. En vorige week dus een plek, een klein pretparkje, een speeltuin, die wordt aangevallen en nog een keer wordt aangevallen op het moment dat hulpverleners daar zijn om te proberen om levens van kinderen te redden. Hoe oordeelt de heer Van Houwelingen over dit optreden van Rusland? De heer Van Houwelingen. Ja, wat moet ik je over zeggen? Elk burgerslachtoffer, elk slachtoffer is er één te veel. Dat heb ik al een paar keer gezegd. Omgekeerd gebeurt het ook. Oekraïne heeft na die coup in 2014 heeft de Donbass gebombardeerd. Dat weet de heer Patton het ongetwijfeld. Er zijn 14.000 mensen ongeveer overleden. Er is daar in Odessa ook een ramp gebeurd. Dat mensen levensverbrand zijn. Dat is oorlog. Ja, oorlog. Er gebeurden vreselijke dingen aan beide kanten. Inderdaad. Dus Rusland doet vreselijke dingen, ongetwijfeld. Oekraïne doet ook vreselijke dingen. Dat is wat oorlog is. Dan kunnen we wel heel emotioneel met allemaal voorbeelden komen die inderdaad allemaal heel erg zijn. Maar dat lost dit conflict niet op. Dit lost dit conflict niet op. Het is echt, voorzitter, in Odessa zijn inderdaad heel veel mensen omgekomen. Odessa is een Oekraïnse stad, omdat Rusland die stad heeft aangevallen. Zegt de heer Van Houwelingen dat Oekraïne in Odessa mensen gedood zou hebben? Echt? Voorzitter, ik vraag alleen maar... Even, de heer Patton, u bent door interrupties heen, dus... Oh, pardon. Maar even, volgens mij, ik vat het even op als een feitelijke vraak over Odessa. Misschien versprak u zichzelf, maar de heer Van Houwelingen reageert en dan gaan we weer verder. Excuses, voorzitter, ik was misschien niet duidelijk. Ik heb het natuurlijk niet over Odessa op dit moment, dat is in Oekraïnse handen. Ik heb het over toen nadat die coup was gepleegd, waren allerlei ongeregeldheden. Want heel Oekraïne stond, dat waren in vuur en vlam. En toen zijn er gruwelijkheden begaan. Ook voor Oekraïnse kant richting etnische Russen. En dat is onder andere in Odessa gebeurd. Maar dat is natuurlijk een verhaal eerder. Het punt wat ik wil maken is, er gebeuren vreselijke dingen van beide kanten.